Hi, welkom bij Artsen Kooi TV. Dit is deel 1 van het Azucari project Koi Cave Mudpond Games 2023. 28 mei gaat het Azucari project van start. Zondag 28 mei gaan om 12 uur gaan de deur open. Dan staat de barbecue aan, de hapjes en drankjes zijn al klaar. En dan gaan we daar gewoon de hele middag mee door. Maar om 1 uur gaat de presentatie van het Azucari-project gaat van start. Sigiyoshi Tanaka van de Murucho Koi Farm zal dan een korte lezing geven. En hij zal zijn eigen vissen, maar ook de andere vissen van de andere kwekers presenteren. Ja, hij legt je uit waarop je moet letten voor het project. In deze aflevering leg ik je uit wat Azucari is. Je moet je voorstellen, Azucari betekent niks anders dan ik neem de zorg op me. Dus als je in een restaurant bent en je geeft je bord aan een ober of hij reikt je aan om je bord aan te pakken, dan zal hij zeggen, Azucari, geef maar aan mij, ik zorg wel voor je bord. Ik zorg wel dat het in de keuken komt of in de vaatwasser. Bij de kwekers is dat niet anders. Niet dat je vis in de vaatwasser gaat, maar die zegt eigenlijk ook, Azucari, ik neem de zorg op jouw vis op me. En ik probeer daar zo goed mogelijk een vis uit te krijgen. Ik probeer die vis zo goed mogelijk te laten ontwikkelen in de mudpond, in de concrete pond. Precies wat er voor die vis het beste is. Dat bestaat al heel lang, maar dat was altijd heel vaak met oudere dieren, 2, 3, 4-jarige dieren, omdat die zekerheid dan de kans van slagen extreem hoog is. 17 jaar geleden zijn we met het Azucari-project begonnen. En de Koi Cave Mudpond Games zijn nu 3, is dit voor de derde keer, is het project gaat dan nu van start. Maar 17 jaar geleden zijn we begonnen en toen had ik de vraag aan Sieke van, ja, ik wil dat heel graag doen omdat ik zelf wil leren van hoe vissen zich ontwikkelen. Ik denk dat het ook voor de kweker goed is en natuurlijk voor de hobbyisten. En in eerste instantie had hij iets van, ja, wat bedoel je nou, ik weet wel hoe mijn vissen ontwikkelen. Maar hij ziet natuurlijk maar een beperkt deel van zijn vissen echt groot worden. Hij ziet maar, ik zie een beperkt deel van de vissen de ontwikkeling in de tanks. Normaal gesproken, het komt hier binnen, het wordt verzorgd en het gaat naar de klanten toe. En natuurlijk zie ik wel eens vissen terugkomen op koi shows en dat soort dingen, maar toch maar een beperkt aantal. Dus we hadden het idee van, oké, we gaan iets bedenken om dat voor onszelf en voor de hobbyist toegankelijk te maken en er een leermoment van te hebben. Het eerste jaar was met maar liefst 10 vissen, 10 mannelijke vissen, allemaal Nissai. En om je het idee te geven hoe succesvol dat was, we hebben er toen 3 verkocht. En de 7 andere heb ik moeten kopen om het project maar op gang te krijgen. Achteraf zijn die vissen als 3- en 4-jarige vissen allemaal verkocht. En dat is hartstikke goed gegaan, maar dat was toen wel eventjes een stroeve opstart. Omdat Siegen het zo leuk vond en wij zelf ook, hebben we bedacht van, hey, hoe kunnen we dat nou toegankelijker maken? Want het nadeel van Nissai is dat het natuurlijk een hogere instapprijs heeft. Ja, dat is niet voor iedereen toegankelijk. Dus toen hebben we bedacht van, zullen we het met Tosai doen? Op dat moment nog gemixt. We wisten niet of het man of vrouw zouden zijn. En toen hebben we een aantal vissen gepresenteerd. Dat jaar, dat tweede of het eerste Azucari-project, hebben we 23 vissen verkocht. En dat was een heel gaaf project. Uit dat project is onder andere dat is alweer 1 of 2 jaar daarna. Is een hele gave Sanke, is size champion geworden op de Nagaoka Koi Show. En heeft ook een major prijs op de Tokyo Koi Show behaald. Dus om je aan te geven, het waren super goede kwaliteit Tosai. En dat werd enorm goed ontvangen. We hebben natuurlijk geprobeerd om kwekers erbij te betrekken. En die vonden het allemaal heel spannend om Tosai te presenteren,
Tosaya te houden voor het Azucari project. Dus dat heeft een aantal jaar heeft alleen de Marucci Koi Farm heeft meegedaan met het project. Ondertussen waren er in Japan wel al een aantal kwekers die zelf een Azucari project dan voor Japanse klanten gingen doen en die noemden het ook het Azucari project. Dus het werd wel overgenomen. En het grappige is dat nu inmiddels al een tiental andere kwekers zijn die ons die heel graag mee willen doen en alweer meedoen natuurlijk. Ik ga ze natuurlijk allemaal nog presenteren, maar Miyatora, Sakai, Beppu, Nagoshi, Omosako, Narita, Matsue. Er zijn er nog veel meer die ik dan nu meteen weer vergeten. Zoals Kano met een super score met zijn Segura Champion die uit een Tosai is ontwikkeld. Dus dat is een project geworden. En tijdens die dag kun je dus van de certificaat, Sika neemt certificaten mee van alle vissen. Die je dus ook meteen mee kunt nemen als je hem koopt. Er gaat een natuurlijk is er hier een groot scherm met de filmpjes van de vissen. Er gaat een website gaat online. Je krijgt dan het wachtwoord waardoor je vissen kan selecteren. Dus stel dat je nou echt niet hier kan zijn. Om welke reden dan ook, dan kun je het ook online volgen. We hebben ook een live uitzending tegelijkertijd. Dus je kan meedoen met het hele project. Maar het is natuurlijk wel helemaal te gek als je hier bent, dan kun je zelf. Je kan op een gegeven moment de kweker aan zijn mouwtje trekken en hem gaan vragen van hey, ik ben op zoek naar dit. Dit is mijn doel in de toekomst. Mijn vis wil ik 85 centimeter hebben of juist niet. Ik wil hem voor een koi show. Vind ik 35, 39, 49 centimeter, vind ik ook fantastisch. Dat soort dingen ga je aan zo'n kweker vragen. Waar moet ik op letten? En hij gaat je meenemen voor de selectie van die vissen. Dat gaan we die dag doen. Dus ik hoop dat je komt. Je hoeft je niet aan te melden, maar een mailtje van hey, ik kom, dat is voor ons wel. Dan hebben we wel het idee van oké, zoveel. Vlees moeten we voor de barbecue of zoveel drankjes moeten we doen. Maar het is niet verplicht. Je kan gewoon komen. Je hoeft ook niet al lid te zijn van de Koi Cave. Dat kan later en je kan ook niet lid worden van de Koi Cave. Het is het Azucari project en de Koi Cave Mudpond Games. Dus het zal een hele mix zijn van allerlei hobbyisten die allemaal welkom zijn. Dus ik hoop je ook de volgende delen te zien. Maar ik hoop je ook 28 mei. Om 12 uur, tussen 12 en 1, hier in de kast te zien. En dan ben ik er natuurlijk ook.